Hallo dames en heren, normaal gesproken gaan we erop uit als we een tochtje gaan maken met de boot. Maar dit keer doen we het totaal anders en maak ik een roadtrip. Een roadtrip door heel Europa. Een goede vriend van mij, Bas Kool, heeft dus deze schitterende vrachtwagen. En met deze vrachtwagen gaan wij dus beginnen aan een gigantische leuke roadtrip. Goedemorgen mensen, dames en heren. Het lijkt wel weer op werken dit, zeg maar. Hè? Het is nog vroeg, ik ben echt net aan mijn bed. Het is rennen, want ik moet op tijd in die auto zitten. Ik zie jullie zo. Maar ik ben dus op weg. Ik moet daar om 7 uur zijn, jongens. Ja mensen, hier is onze bestemming op dit moment. Ik zie hem. Onze rit, jongens. Nou mensen. Ik ben dus net gearriveerd. Volksverhuizing is begonnen. We hebben een berg en rotzooi mee. Ik heb mijn auto eventjes geparkeerd. We gaan nu omkeren, want we gaan plaatsnemen in deze vrachtwagen. Die is van een maatje van mij. Dat is een maatje van vroeger. Het is Bas en dat valt ook wel op, want dat heeft hij ook op zijn wagen staan. En wij gaan dus een rondje mee naar het buitenland. Ze komen nog eens ergens. Jan, wie hebben we daar? Dat is Bas. Dat is een goede vraag weer. Ja. Alles lekker? Ja, zeker. Lukt het schoenen uit? Ja, ik ga mijn schoenen uit doen. Hey, goedemorgen Bas. Goedemorgen Ruud. Waar gaat de reis naartoe? We gaan eerst naar Nijkerk. Ja? Voor de kerst kregen we niet voor elkaar om alles te lossen. Dus er staan nog een paar pellets wijn uit Italië in. Die moeten eruit. Dus die gaan we er eerst uit gooien. En dan gaan we volgooien. Dan gaan we richting Portugal. Dat is in ieder geval de bedoeling. Portugal? Ja, warm weer. Okay. Ik ben heel erg verrast, want eigenlijk was de eerste intentie, we zouden richting Italië en nou wordt het Portugal. En dan vergeet je nog het bericht van gaat het allemaal door jou mee. Dat was het allerbelangrijkste. We hebben dit al heel lang op de planning staan. Welkom in de wereld van paspoort. Ja, het is allemaal even anders gelopen als gepland. Het is nog donker, we zitten echt in een prachtige, maar ook een prachtige cabine. En zo meteen als er wat meer licht is, gaan we even een rondje doen, want het is nu gewoon nog te donker. En dan missen we eigenlijk de belangrijkste details. Maar wat ziet hij eruit, Bas? Bloed, zweet en tranen. Maar ja, je bent elke dag in zo'n auto, je werkt erin en het wordt een passie eigenlijk. Het verbouwen van de auto, het aanpassen naar jezelf, naar je eigen intenties. Natuurlijk, er zijn heel veel vrachtwagenchauffeurs die elkaar imiteren. Ik bedoel, als je naar een truckshow toe gaat, zie je altijd weer dingen terug bij een ander wat een ander ook hebt. Maar de lol is het je eigen maken. En net even iets doen wat een ander net niet hebt. En dat, ja. dat wordt steeds moeilijker. Want ja, kijk, dit is al een bloedmooie auto. Maar ik kan je vertellen, er rijden auto's rond. Die zijn nog 10 keer mooier dan dit. Dat is misschien niet voor te stellen voor mensen die het niet weten. Maar die zijn zodanig verbouwd. Er wordt zoveel geld, passie, tijd en werk ingestopt door die jongens. Dat is echt ongekend. Als je naar zo'n show gaat, ook ik sta er echt persoonlijk van te genieten. Er zijn er meerdere natuurlijk. Ja. Maar ja, hier probeer je een beetje toch, ja, jezelf je ding van te maken, maar je moet er ook hard mee werken. Ja. En dat gaan we deze week laten zien. Het is niet alleen maar showrijden. Het is ook een stukje meer. Veel mensen vragen zich altijd af, waarom hebben al die vrachtwagenchauffeurs die rode verlichting? Nou ja, dat is eigenlijk heel makkelijk om te laten zien. Kijk, als je op een gegeven moment dit hebt in het wit, voor de kijker nu fijner. Ja, dan ja, kunnen ze eindelijk die kop van me zien. Maar voor het rijden is het irritant. Want je ziet al, je hebt geen zicht in je spiegels. Vooruit wordt eigenlijk al belemmerd. Dus het rijdt niet lekker zo. Nee. Maak je donker, zien we helemaal niks. Dus dat is ook vervelend. Dus wat hebben ze gedaan vroeger? Vroeger is dat al ontstaan. Mijn vader had bijvoorbeeld ook iets minder dan dit. Ja. Want die hield niet van die tierenretijntjes dat er gaat. Maar dan heb je een rood lampje. Nu kan ik dus zien waar mijn knoppen zitten, mijn bediening, heb ik mijn telefoon nodig, papieren. Je hebt zicht, maar je spiegel en je buitenzicht wordt eigenlijk niet belemmerd. Dus het is rustiger op je ogen, maar je kan wel een beetje zien wat je doet. En dat is eigenlijk de reden van het rode licht. Ja, het leuk dat we nou eindelijk eens een keer de tocht gaan maken die we al... Het heb even geduurd, Ruud. We lang praten erover, een jaartje of drie. Ja. Ook leuk om te weten. Ja, zeker, zeker. Het stuur is gepositioneerd. En dat kunnen we. Ja. En dat is het makkelijkste ervan. Zo is dat.
Maar even een geluidstest doen. Dit is dus normaal. Maar eigenlijk elke vrachtwagen niet, maar hij is wel wat verouderd. Ja. Dat is die knop. De eerste rit was naar het tankstation om even een bak koffie te scoren. Ja, derde kerstdag. Dat bedoel ik. Ja, we rijden naar het eerste adres, hè? Maar komen we uit, man. Ja, ook de boeren hebben spullen nodig, hè? Nou, we gaan naar een boer. Nee, dat niet. Oh. Natuurlijk dat als Leroy nou ook een keertje hier naartoe zou kijken, dat hij dan niet de enige is die op zijn weggetjes uitkomt. Nee, dat komen we allemaal. En dan is het in Nederland nog allemaal gaanbaar en dan kan je nog in Nederland kan je nog wel eens een dingetje uithalen. Maar je hebt dit bijvoorbeeld dit ook in Spanje en Italië, dan weet je dus niet wat je uitkomt, wat je tegenkomt. Nee. Kijk, hier staat altijd wat van tevoren aangegeven. Let op, via Ducky, let op, zoveel ton, harsdruk, noem maar op. Maar bijvoorbeeld in Spanje en Italië, ja, vergeet het maar. We gaan een stukje hoog ophalen. Zo. Dat voelt eng, maar dat is ja. Ik heb altijd zoiets als een tractor dat kan rijden. Kennen wij het ook. Met gewicht. Ik heb geleerd altijd dat volgens mij een week na nieuwjaarsdag mag je volgens mij de kerstboom toch nog laten staan. Of is het meteen na het vuurwerk wel vrij? Bij mij mag je gewoon in maart ook nog staan, hè. Het is heel normaal. Ja, bij wij zijn we de gezelligheid. Dat is in Muiden toch ook eens gebeurd op plein 45. Hebben ze die boom ergens, geloof ik, tot en met half januari laten staan of zo? Ja, ik kom wel even tegen, geloof ik, met opruimen. Dat mag allemaal. Bel jij. Die het zo gek maken als je zelf wil. Zeker, zeker. Dan wel het gevoel als een zwaar opgevoerde vrachtwagen. Ja, zo dikke paard. Dikke uitlaat. Dat is wel zo natuurlijk, want officieel heb je natuurlijk veel minder pk dan wat die nu hebben. Niet dat we met die uitlaten te maken hebben, die bedoel zijn uitlaten zet ik heel tijd erop zetten. Maar ja, hij is wel wat opgeschroefd. Ja, hij is wel pittig. Ietsjes. Wat zijn nou? Die motor. Oh ja. De motor, ja. Ja. En maar we gaan dus uitlaaien. Ja, dat is de bedoeling tenminste. En we hadden wijn mee hè? Als ze dat willen hebben. Anders moet het opdrinken. Ja, dit is rode wijn, is niet zo lekker. Nou, we zijn zojuist op het eerste adres. Het is toch steeds vroeg in de ochtend. Maar het begint al een beetje licht te worden. Lijkt wel. Ik begin nou van afstandje al een beetje te zien dat die grijs is. Ja, ja. Maar we zien überhaupt maar iets. Maar zometeen gaan we ook wassen, want zo blijven we niet rijden natuurlijk. Hij moet blinken, hè? Ja, als je chrome velgen hebt, tenminste chrome, het zijn al koas, dus roestvrij staal. Yeah. Maar er zit een coating overheen, zeg maar, dat ze echt glimmend zijn, net als chrome. Yeah. Ja, dat ziet er natuurlijk 10 keer mooier uit als het natuurlijk mooi glimt. En nou zijn ze net een stel doffe dingen. Dat moeten we niet hebben. Moet je kijken, wat daar is dat? Oh, ze hadden al wijn. Kom maar met hem brengen. Nee, ik was je terug. Ja, we gingen ons melden, maar we stonden natuurlijk bij de verkeerde deur. Ja, dat gebeurt natuurlijk altijd als je ergens niet veel komt. Ik heb een deur en... Maar goed, zo kom je ergens. Maar ja, wij ook naar binnen. Ja, heel graag. Nou, we hadden ons dus nu bij de juiste balie gemeld. En nu mag Bas naar deurtje 5 om de lading te lossen. Ik heb een hekel op vieze jakken, Ruud. Handgroentjes aan. Beginnen we niet aan. Ja, de deuren zijn eigenlijk allemaal gelokt. Ja? Die kunnen eigenlijk niet open. Dan moet je echt met een sleuteltje zitten, ook zeg maar sloten zitten erachter. Nou, ik gooi altijd alles op slot weer rond. Je weet nooit waar je komt, je weet niet waar je stilstaat. Je rijdt met ladingen van anderen. Het moet netjes geleverd worden. Dus ik gooi altijd alles op slot. Dan kan er eigenlijk nooit wat gebeuren. Ja, vroeger was je ooit nieuw. Ja, dat is met alles. Vroeger. We hebben ruimte. We hebben nog wel ruimte over, ja.
Ja, maar we hebben al een hoop gedaan, hè? Dat was jij nog niet bij. Ja, jij hebt een hoop gedaan. Ja. Een beste bouwlamp op hoor. In één keer, hè? Ja. Dat na 4 dagen vrij alcohol en geleten. het is op zich een mooi dok hier, hoor. Het is op zich makkelijk aanrijden sowieso met zo'n auto. Kijk, als je bijvoorbeeld met zo'n schamelingen rijdt, net als die auto wat hiernaast staat, dan rij je contra. Dus dan heb je zeg maar een contra sturing. Voor de oplettende kijkers die wel eens bijvoorbeeld naar Martijn Kuipers kijkt, die rijdt met een contra aanhanger. Dat is gewoon lastig rijden, moeilijk rijden. Goed voor het dok, strak langs het lijntje, net zoals hij nu staat. Alles moet elkaar raken. Ja, hij staat strak. Als je ook iets gaat, ik kan het niet tegen. Ik ben in staat om dan weer recht te zetten. Vlieg het er zo, joh. Moet het ook niet hebben. Hij rijdt al mijn krullen weg. Hey, Italië, ruil je bijna geen Europellets, hè? Italië. Kom elkaar. Dat was het weer, dit. Hop, we hebben de eerste gehad, hè? Ja, nou dan hebben we een vrachtbriefje. Nou, die is getekend. Tenminste, ze hebben gezegd dat het goed is. Nou, dat is wel fijn. Dus ze waren tevreden. Dat gebeurt ook niet elke dag. Bas vertelde net dat hij benaderd was door deze dame om dus hier te komen gaan wassen. Als hij toevallig een keer in de buurt was. Nou, en dat treft. We zijn er nu. Toevallig staat er een vrachtwagen met een soortgelijke woelbar, alleen is die van Bas compleet aangepast en rondgemaakt, zodat hij in ieder geval door de keuring heen komt. Kijk, daarom ben ik een vrouw hier, Ruud. Ik vind het veel beter dan wat. Poetsen. Ja, die komen er weer goed uit te zien. Kennen? Ja. Ja. Dus dat is van mij. Ja. Zo ziet. Ja, ik had het gezien. Ze zijn een beetje... Ik heb ze niet. Een aantal van die wasvideo's gemaakt, ja. Voor de auto's. Ja, gezien ja. Met de McQuires en die andere. Stipt en zo. Ja. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet met een vieze auto aan komen. Toch wel een bekend begrip dan McQuires, want in de tijd dat ik veel met mijn Opel Astra, zat ik voor de Automax en dat gebeurde bij jullie tune-wereld. Ja. Er was ook al een McQuires met dat poetsen en doen en goed spul, dat wel. Goed spul, maar hier laten we het doen.
Ja, dat is altijd zo. Daarvoor zijn we hier nu. Ja, dit kan niet, jongens. Ja, dat is dus de pekelaanslag die je niet gaat krijgen. Ja. Dus dat is dat dit. Kijk, zie je het? Ja, de pekel. En als je daar met een borstel zelf op gaat poetsen, ook dit, dat zand, ja, ga je krassen krijgen. Ja, dus dan gaan we er eerst even afspuiten. Dat wil je niet. Nou ja, en de meeste mensen weten ook, als je band balanceert, dan krijg je plaklood erop. Ja. Of er wordt lood op geslagen. Nou, dat kan bijna alcohol niet. Dus ik krijg een plaklood erop, net als legitale velgen. Ja. Maar dat wil ik ook niet. Dus dat hebben ze bij mij gedaan. Banden leeg laten lopen, zakjes erin. En dan opnieuw oppompen. Oké. Okay. Ken je dat principe? Nou, ik snap het principe wel. Dan krijg je loodzakjes in je band. Ja, ja, ja. En dan blijft die constant eigenlijk gebalanceerd, want dat zakje gaat op het zwaarste punt lopen. Dus als jij rijdt, dat zakje blijft stabiel. Ja. Dus dat draait rond. Dus je hebt geen gekut met een gestikker en plaklagen en... Nope. Zelfs de trekasband heeft bijvoorbeeld 4 banden. De binnenste is dus ook gewoon zonder plaklood en stickers. Want ja, als je de buitenste doet, moet je de binnenste ook doen. Voor het principe. Ja. Voor de trailer ook. Dus alles is leeg laten lopen, alles opnieuw erop. Ja. Gaaf hoor. Hij is wel een beetje vies, zeg maar. Oh ja. Je liefst een amateur! Het gaat niet helemaal soepel. De hoge druk, die heb er geen zin meer in. Ik kan er niks aan doen, jongen. Ik kan er niks aan doen. Ik moet nog een bonnetje invullen. Meen je niet? Oké, dankjewel. En natuurlijk kwam het goed, want onze vrachtwagen is brandschoon en we kunnen onze reis gaan vervolgen. Ook voor hun wel leuk om... Ja, kijk, weet je, het is, ik ben zelf ook altijd een vrachtwagenliefhebber geweest en ik ging vroeger ook wel mee met mijn vader met een vrachtauto en dan maakte je foto's met een wegwerpcamera en dan ging je als een idioot ging je naar de HEMA of naar de Kruidvat, liedjes ontwikkelen en dan kon je eindelijk je foto's terugzien. Maar wat voor foto je had, dat wist je niet, dat was altijd maar de vraag. Dat was de vraag, anders moest je toch weer even terug. Dat had toch altijd wel iets spannends. Je kon ook een foto maken die deed mezelf, jezus. Dan één kans, dat bijvoorbeeld als je een foto van een vrachtwagen maakt, die je graag wil hebben in je collectie, omdat je dat graag mooi vindt. En er zit net wat zonlicht achter, of wat ik vond, is dat dan met zo'n wegwerp Kodak te kutten, dat eigenlijk het idee is kopen en meteen weggooien, want eigenlijk had je er helemaal niks aan. Maar ja, dat waren de dingen die je in handen had. Ja. Wacht toen u erop stond. Dat is nu wel anders. Ik heb dan die luchtverfrissers natuurlijk. Ja. En ja, dat zet je dan op een gegeven moment een keertje op TikTok en op Facebook. En dan worden mensen bijgetagd en die spaart het en die wil het hebben. En op een gegeven moment sta je vol met mensen die jou gaan volgen om die auto. Ja, ja. Niet op mijn persoon, want dat is allemaal niet zo mijn persoon. Het is niet zo spannend. maar op die auto. Ja, nou, ik vind leuk. Het is natuurlijk wel een combinatie, hè? Het is de chauffeur en de auto. Ja, dat weet ik niet. Af en toe, weet je, het is meestal kennen ze eerst de auto en dan pas de chauffeur. Ja, maar je naam staat er nu op, hè? Nou ben ik wel want dat gaat best wel wat amicaal en ik praat met iedereen wel redelijk makkelijk weg. Maar je hebt er ook mensen bij zitten die hebben zoiets van, hoeft het allemaal niet zo. Dit is jouw vak. Zo hadden we ook nog gekend, hè? We zijn nu net in België. En er was wat volgens jou? Ja, dit is op Truckstop Meer. Dat heet Joost. Vroeger had je dat aan 2 kanten, nu maar aan 1 kant. Ja, dit is toch altijd wel een plek waar ik altijd wil stoppen. Even wat eten, koffie, eventjes even zitten. Heb je weer wat gedaan, hè? Ja, ja. Ik moet ook ergens je pauze maken. En hier ging ik ook altijd wel vroeger met mijn vader naartoe. Nou, Ryan die kent dit ook, want die heb hier een winkeltje. Ja. Die kan je ook allemaal vrachtwagenspulletjes kopen, lampjes, dingetjes, weet ik het al wat. Dus, die wil altijd ook altijd heel graag hier langs. Dan wil je ook altijd even weer op hier voor zichzelf. Ja, die ging ik ook altijd met mijn vader heen. Ik heb hier wel wat dingetjes gegeten met die oude, zeg maar.
Ja, jij denkt even naar de wc te gaan. Toen zei ze al, wat is die camera daar? Ik zei, nou, ik word in de gaten gehouden. Oh, maar ik hoef niet in beeld. Nee, dat is geleend, dat weet je nou. Ja, deze mevrouw wil heel graag in beeld, dus ik zeg, dat is natuurlijk geen enkel probleem. Net was het gelukkig. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Of? Nee, hallo. Oh. Fijne feestdagen nog? Heb ik net mijn kerstmuts afgedaan, hè? Dan krijg je dat. Ja, wie komt jullie? Die van jou. Nee, je krijgt een zwembad. Ja, dat is speciaal voor. Maar ziet er goed uit, hè? Ja, vanzelf. Kijk, ik weet natuurlijk wel een beetje waar ik stop, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Een goede timing, dit. We gaan niet bij de eerste de beste, denk ik, vanzelf. Nou, ik zeg eet smakelijk. Ja, eetje. En na van lekker wat gegeten te hebben, doen we een rondje door de winkel om allerlei dingetjes te laten zien voor in de auto of vrachtwagen. Vergeet je gewoon het borsteltje van je tandenborstel. Ja, en zelfs een tandenborstel hangt gewoon in deze winkel. Ja. Er zijn een hoop chauffeurs die zo'n ding erop hebben, zo'n bezoek hier. Dat is wel grappig. De Baco, hè? Midland, president. Ja, Baco, nee. Ik ken het nog niet. Dat is wel een met dingetje. Eventjes 1 op 1 stellen. Ja. Dat was nog thuis, hè, nu? Hé, maar ik zie hier geen SWR-meter. Ja, toen wij nog een stuk jonger waren, communiceerden we natuurlijk niet via de mobiele telefoon, maar via de 27MC. Zo konden we elkaar thuis toch bereiken op een manier zoals mensen nu gewoon met een mobieltje doen. Hé, hey, maar het is jouw tapijt hier ook. Ja, je ziet het goed. Dit zijn sokken in de kleur van je tapijt. En die heeft Bas natuurlijk ook. Het is geweldig. Ja, oh, hey. En je hebt dezelfde doos. Ouderwets model, ja. Maar die heb je ook nog wel met Michelin erop. Maar dit is het nieuwe model. Ja, ik vind die zelf niet mooi. Als je zo naar mijn auto kijkt, ik kan gewoon dat model erop, maar wel met Michelin erop. Ja. De verlichte bloem, ook al eerder gezien. Dat was lekker, Bas. Hey. Ja, heel lekker gegeten. Goed tentje hier ook. Hier kan je goed zitten. Een hoop chauffeurs zijn er nou tegenwoordig voorbij. Het is niet meer zoals het vroeger was. Maar ik mag hier nog steeds graag komen en wat eten. Ja. Ik bedoel, nou heb je dan 2 omeletjes gegeten, 2 bakjes koffie, 2 balletjes. Nou, alles bij elkaar. Nou ja, ik heb wat extra dingetjes gedaan, maar je bent nog geen 2 tientjes kwijt. Nee. En dan zit je met 2 man te eten. Nou, dat vind ik meevallen. Kijk, een dikke auto staat erin. Ja, en dat is de trots die de chauffeur uitspreekt over zo'n mooie vrachtwagen. Hij is nu een stuk schoner dan dat we begonnen. Ik kan hem even goed laten zien. Ja. Hey. Ja, ik zie het lampje eruit. Dan gaan we gelijk wat te doen, Ruud. Moment. Als ik merk dat de lampje die doet, dan gaat die auto aan de kant. En dan moet gefixt worden. Ja. Nee, dat kijk ik niet tegen. Dat kijk ik. Leg hem maar weer even terug. Zo. Ja, dat is ook onderweg, hè. Dan denken ze bij jezelf van, hé, zo'n ringetje hebben we niet. Dan trekken ze dat eraf, dan jatten ze dat weg en jij zit dan met de problemen. Beetje jammer weer, hè? Net niet. Jammer, heel jammer. Ah, daar is het echte stuur. Kijk, die is zo oud. Er zit zoveel schades op en dingen. Maar hij reist wel mee. Ja, zonder meer. Ja, ja. Zonder meer. Maar ja. Hij liet hem maar 1 keer zien, jongens. Ja. Dit was het. Zo zonde dat hij... Even een detail, hè? Ja. Ja. Maar ja, aan de andere kant nog meer, hè? Aan de andere kant ook. Ja, maar deze hadden we nog niet open gezien, hè? Dus, nee. Aan de andere kant wel open gezien, trouwens. Ja. Oh, ja, donker. Dat was wel heel vroeg nog, maar... Ja, en dan voor de shows hebben we speciaal deze platen. Ja, daar zit nou een beetje viezigheid op. Ja. Kijk. Dat geel, dat steekt af. Dat is niet mooi. Nee. Als je op een show staat. Dan doet deze erop. Nou, zo, ja. En van achter heb ik dan een grijze. Fijn. En nou, het is een mooi verhaal trouwens. Op een gegeven moment, ik was aan het rijden en ik had die dingen erop gezet. Voor de foto en weet ik het allemaal wat. Ik denk dat ik 4-5 weken ermee gereden heb, tot er een keer één naar me toe kwam. Volgens mij heb je geen gele kentekenplaten. Oh. En gewoon rondgereden, niemand heeft er wat van gezien. Nee, maar ja, je had wel een kenteken. Ja. Dus echt helemaal fout. Kijk, deze zijn dan voor de achterkant, want die bumper is grijs. Ja. Dus ja, dan heb ik altijd dat bijna, zeg maar. Geinig, geinig. Volgens mij is er geen filter te verzinnen, hoor, tegen mij. En we doen ook niks met filters, wij doen alles puur natuurlijk. Daar was ik dus al zo bang voor. Nadat we lekker gegeten hebben, gaan we de weg weer op. We zitten inmiddels al over de Belgische grens. Het wordt steeds later en donkerder uiteraard. En we zien ook de wegen veranderen. Dat heb je als je natuurlijk het platte Nederlandse wegennet kent. Je gaat naar het buitenland. Dan kom je terecht in een landschap met veel meer dalen en gebergten.
prachtig om te zien trouwens. Inmiddels is het tijd om te tanken en volgens mij staan we bij de zingende pomp als je dit hoort. Ja, daar is hij weer. Zet die muntjes op. Een keertje stromen. Luxemburg rechtsaf, zag je het? Dus, Luxemburg stad, hè? Luxemburg stad. Ja, niet Luxemburg land. Luxemburg stad. De borden hier ook, die geven de plaatsnamen. Oké. Okay. De witte geven de regionale namen. En alleen blauw, dat is land. Dus dat is weer totaal anders dan bij ons. Ja. Ze houden wel van kleurtjes. Ja, en de lettergrootte, hè? Ja, ja. Ik bedoel, bij ons hebben we een lettergrootte dat we zoiets hebben van, nou, je kan het lezen. Je kan prima zien dat er Amsterdam en Rotterdam staan. Maar hier hebben ze zoiets van, yeah, ja, dat is toch te klein. Dat moet eigenlijk twee keer zo groot. Ja. Maar dit is al heel anders rijden, hè? Heel andere weggetjes zo. Ja. Ja, dit is allemaal in hun ogen nog steeds snelweg. Ja hoor. We mogen door. We mogen door. Ik heb de rekening betaald, Ruud. Oh, dat is wel lekker. Het is hier ook lekker smal. Ja, we zijn er alweer door. Dat was eigenlijk een soort sluis, hè? Als ja, we dan een beetje vergelijken met varen, ja, dan was dit de sluis. Ja, en als je de bank zal dan niet goed in de maakt het land, dan maakt het sluis. Als je geen geld in het klompje hebt gegooid, dan gaat het niet door. Als de kassier niet zegt van, jij hebt euro's. Ja, dan houd het op. Dan sta je even. Hij heeft één lamp, ja, daar staat er auto op zelfs. Ja. Zie je dat? Dat is wel lekker, mij, lekker zichtbaar. Dit niet zo. Nee, ik ben niet zo lekker zichtbaar. Oké. Ja, we waren inmiddels alweer een stuk verder en we hebben even een bak koffie genuttigd. En dan kunnen we door naar onze slaapplek. En dan zit deze dag er weer op. Ik denk er eentje er weer zo heen. Ja, je hebt ze wel eens erbij, die vinden het zo mooi, Ruud. Die trekken de gordijnen los en staan te kijken, waar is hij, waar is hij? Waar is hij? Wat voor een is het er? Wow. Kijk, die ziet niks, hè? Die rijdt gewoon door. Stumper. Maar die ziet nou in één keer licht in zijn spiegel, die heeft zoiets van... Hey, oh. Oh. Uit. Gehuurde bak, hè? Ik rijd ja, die interesseerde dat niet zo best. Voor de bijrijder zit een laptoptafel ingebouwd in het dashboard. Ideaal voor mij om natuurlijk alvast te beginnen met de bestanden uit de camera's te halen om zo snel mogelijk deze video's in elkaar te kunnen gaan zetten. Mensen, ik wil jullie in ieder geval enorm bedanken voor het kijken. En vond jij dit nou een leuk begin van de roadtrip, want we zijn er nog lang niet? Doe dan even dat duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En dan zien we elkaar volgende keer terug bij het volgende deel van deze roadtrip. En we gaan naar Salau en we gaan bekendheden tegenkomen die heel groot zijn in de vrachtwagenwereld. Ik hoop jullie dan terug te zien en dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende.